Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegene. Ik geloof dat de Heilige Geest uw gedachten zal begeleiden, uw ideeën zal leiden, uw overpeinzing samen met ons in het Heilige Woord van God. U zult vandaag iets buitengewoons ontdekken, iets magnifieks. Elke dag. Is het Nog een openbaring die de Heilige Geest ons geeft. Halleluja. God zij dank. En ik wil het ook aan jullie doorgeven. Let goed op: dit is heel mooi. De Bijbel spreekt. Apostel Jacobus, de broer van Jezus, de halfbroer van Jezus, zei zo: overspeligen, overspelige mannen en vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Dan vraagt u het volgende, bischop. Ik begrijp het niet. Was er niet God die de wereld schiep? Jawel. Maar waarom dan, wanneer wij een vriend van de wereld worden, worden wij een vijand van hetgeen dat God geschapen heeft? Dat is waar. U heeft gelijk. U bent aan het nadenken. Echte. U vergeet iets heel belangrijks. Detail, die het verschil zal maken. En dit is heel belangrijk. Toen God de hemelen en de aarde schiep, toen hij de wereld schiep, schiep hij het in perfectie. Geheel perfect. Alles was perfect. Vervolgens, nadat God de wereld had geschapen, wat zei hij? Wat zei hij? Kijk. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dus laten wij mensen maken naar ons beeld. Dus volgens ons beeld, naar onze gelijkenis. God is vader, zoon en heilige geest. God is drie eenheid. Hij is de drie Eenheid God. En hij maakte de mens ook tot een drie eenheid. Hij maakte van de mens geest, ziel en lichaam. Dus God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En daarna zei hij: En laten zij heersen, de mensen, over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. God maakte niet slechts de mens, maar zijn beeld en gelijkenis, hij heeft ook de mens gegeven. De macht en de autoriteit over alles wat hij geschapen heeft, over de wereld. Dus Adam en Eva hadden de macht en de autoriteit over de aarde, over de wereld: Over de dieren, vissen, over de vogels. Dus hij had de autoriteit in de lucht, dat wil zeggen de vogels die in de lucht zijn. Hij had de autoriteit over de zee, dus over de vissen. En hij had de autoriteit over de gehele aarde. Over de reptielen, vee, leeuwen, olifanten enzovoorts. Zoals het ook is. En u weet dat de mens domineert over alles. De mens domineert alles. Hij domineert alleen niet zijn eigen wil. De mens kan alleen niet zijn eigen ziel domineren, en dat is zijn wil. Omdat hij. Zichzelf, de mens zichzelf niet kan domineren. En omdat hij de Heer is over de aarde, toen de mens in de zonde viel, onderwierp hij zijn autoriteit aan de duivel, aan de slang. De slang was hier, de duivel was hier en hij had geen enkele autoriteit over wat dan ook. Maar toen de mens die de autoriteit van God ontvangen had over de hele aarde, toen de mens zondigde en hij de wil deed van de duivel, toen ontving de duivel de autoriteit en de macht over de mens, over de wil van de mens. Dat is de realiteit. Dus de duivel begint de hele wereld te domineren door middel van de mens. Daarom kwam Jezus in de wereld. Hij kwam om zijn leven te geven, om de autoriteit van de mens te redden en hem het recht te geven om een kind van God te worden. Met dezelfde voorrechten die de mens had ontvangen in het begin van alles, toen de mens nog perfect was. De mens was perfect, uit geen enkele smet, uit geen enkele fout. Hij was helemaal en uiterst perfect. Men hoefde geen enkele esthetische chirurgie te verrichten om zijn uiterlijk te verbeteren. Niets. Hij was helemaal perfect, zowel de man als de vrouw. Stel u zich voor, beeld u zich even in. Zij waren perfect, alles was perfect. Maar toen de mens zijn wil onderwierp aan de wil van de duivel, oftewel toen de mens de duivel gehoorzaam was en ongehoorzaam werd aan God, toen bracht hij de autoriteit die hij van God had ontvangen over aan de duivel en de duivel werd de heer van de mens en nu leeft de mens in deze ellende die wij in de hele wereld zien. Dus nu kunt u begrijpen waarom er ellende is. God heeft geen ellende gecreëerd. God heeft geen armoede gecreëerd. God creëerde geen heren en dienaren. Niets daarvan. Er waren geen heren. Er was alleen maar één heren, dat was God zelf. En Adam en Eva zouden dan de ouders zijn van de mensheid in perfectie, hun kinderen. Zouden perfect zijn. Maar vanwege de zonde, vanwege hun zonde, Bracht de zonde aan de duivel het recht om te heersen over de mensheid? Om te heersen over de wil van de mensheid? Om te heersen over zijn ik, zijn hart? Om te heersen over de ziel van de mens? De wil van de mens is om zijn ziel te behagen. En zo werd dan de duivel de heer van de ziel van de mensheid. Jezus kwam in de wereld. Gaf zijn ziel, onderwierp zijn verlangen, het verlangen van de vader, en stierf. Gaf zijn ziel in voordeel voor degenen die accepteren. Voor degenen die zich neigen, voor degenen die zich berouwen. Zegt, nee heren, ik accepteer om terug te keren. Als u mij accepteert, dan accepteer ik u als mijn enige heer en verlosser. Dus Jezus kwam in de wereld om uw en mijn ziel te redden en degenen die wijs zijn en die zich onderwerpen aan de wil van de Vader. Deze die verlaten, die gaan weg uit de heerschappij van de duivel. Zij hebben dan een kwalitatief gezegend leven. Overvloedig leven zoals de Heer Jezus het belooft. Heeft u begrepen, beste vriend en vriendin? Bent u het aan het begrijpen? God heeft niet de ziektes en de kwellingen gemaakt. Er was geen ziekte, er was geen kwaal. Alles was goed. Alles was perfect. De dieren waren perfect. De mensheid was perfect. Maar toen de zonde de wereld in kwam, kwam ook de dood. En de dood. Begon de mensheid te beheersen. Dus u ziet de rommel en de rotzooi die we in de wereld zien. Niemand behoort niemand toe, de wereld is egoïstisch. En ieder denkt alleen aan zichzelf. Eerst ik, daarna ik, vervolgens weer ik. En als er nog wat over is, dan is het ook ik. Zo denkt de wereld. Dat is de realiteit, beste vriend en vriendin. Wat gaat u dan doen met uw ziel? U heeft het recht. Om te kiezen, ook al bent u in de zonde, ook al bent u een dienaar van de zonde, God opent een deur, een kans voor u om uit deze ellende te komen, wanneer u accepteert om zich te onderwerpen aan de wil van de Vader, door middel van de Heer Jezus, door hem te dienen en door jezelf te plaatsen in de conditie van dienaar van de Heer Jezus... en van Hem uw Heer te maken. Dat wil zeggen dat u zijn wil begint te doen. U sterft voor de wereld. U draait de wereld uw rug toe. U wordt vijand van de wereld. Dan wel. Dan zal God met u zijn. Daarom zegt apostel Jacobus over mannen en vrouwen. Hij spreekt niet alleen over... Overspel in het huwelijk. Hij spreekt hier over overspel ten opzichte van uw ziel. In algemene zin, dus oftewel zondaren. Allen hebben gezondigd. Want Adam en Eva kwamen in de wereld van zonden, onderwierpen zich aan de zonde en zodoende zijn hun, is hun gehele nageslacht geboren als zondaar. Ik ben geboren als zondaar. Dat wil niet zeggen dat mijn vader of moeder, slecht leven hadden, maar ik ben in de zonde voortgebracht. Maar toen ik accepteerde, toen ik bewust werd, Jezus kwam, zijn leven gaf, zijn ziel gaf voor mijn ziel, zijn wil gaf voor mijn wil, toen werd ik gered. Dus, overspelige mannen en vrouwen, waar de apostel hier naar verwijst, verwijst naar alle zondaars. Dieven, de corrupte mensen, leugenaars, de corrupte rechters, overspelige mannen en vrouwen. Weet u niet? Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld, en met degenen die van de wereld zijn, en met degenen die vrienden van de wereld zijn, vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn? wordt als vijand van God aangemerkt. Vijand van God. Want de wereld behoort aan het kwaad. De wereld is al in de hel. En zal vlamvatten. En zal branden. En is al aan het branden. Is al aan het branden. Elke keer, elk jaar dat voorbij gaat. Is een jaar dat erger is dan het voorgaande jaar. Het komende jaar zal erger zijn dan dit jaar. En 2025 zal erger zijn dan 2024. En elk jaar zal het erger worden. En u weet dit. U bent zich hier bewust van. Daarom leeft de wereld in de depressie. Een de grote meerderheid van de mensen is gedeprimeerd. Waarom? Omdat zij. Prien, uh, Payandel van God zijn geworden en God kan iets doen. Hij kan alleen de hand uitstrekken voor degenen die hem aanroepen. Voor degene die zegt: Mijn Vader, mijn God, mijn Heer, ik wil mijn ziel onderwerpen, oftewel mijn wil onderwerpen, mijn verlangens, mijn ijdelheden, mijn begeertes, alles wil ik leggen voor uw voeten. Ik wil dat u de Heer bent van mijn ziel. Dat wil zeggen, de Heer van mijn wil. En dat. Om te leiden en begeleiden mijn ziel volgens uw wil, rigoureus volgens uw wil. Dus wanneer u dan een vriend van God wordt, dan zal de wereld u vervolgen, u haten, fake nieuws tegenover u brengen. En dat is waar ik doorheen ben gegaan in al deze jaren. Vals nieuws, de bischop is een dief, de bischop is dit, de bischop is dat. Kijk hier, oplichter, bedrieger, valse profeet, antichrist. Maar wat gaan we doen? Zal ik me verdedigen? Nee. Ik zal wachten dat God mij zal verdedigen. En als hij mij niet verdedigt, God zij dank. En als hij mij verdedigt, God zij dank. Maar wat uitmaakt, is dat ik mijn keuze heb gemaakt. En dat is waarvoor ik strijd, zodat u ook de juiste keuzes zult maken en een kwalitatief leven zal hebben. Net zoals de Heer Jezus beloofd heb, heeft. Ik ben gekomen om leven te brengen en leven in overvloed. Denk hierover, na, beste vriend en vriendin. Want uw leven is afhankelijk van de Heer die u dient. De Bijbel zegt, Paulus zegt, dat wie de zonde dient, is een dienaar van de zonde. De Heer Jezus zei dat. Wie de zonde dient, is een slaaf van de zonde. Maar wie mij dient, is een kind van God. Dat is wonderbaarlijk. God jullie allen zegenen en tot morgen. In de naam van de Heer Jezus Christus. God zij dank. Zij dank.